En als we dan toch liever binnen blijven met dit weer, dan gooien we er gewoon nog twee filmtips achteraan, of niet, Luut? Mooi bioscoop weer. Wou ik zeggen. Ja. We hebben er twee vandaag. We beginnen even met Epic. Epic is een nieuwe animatiefilm van de makers van de Ice Age films. En Rio hebben ze ook gedaan. Vooral comedies. Maar met deze film gooien ze het over een andere boeg. Ze hebben een avonturenfilm gemaakt voor de kids. Oké. Maar we hebben daar wat losse beelden van, volgens mij. Want vertel eens eventjes. Hè. Dit ziet er alweer prachtig uit. Maar ja, Ice Age was natuurlijk een heel ander soort film. Ja. Kijk, deze film die deed mij heel erg denken aan een soort van mix tussen zeg maar Alice in Wonderland, Honey, I Shrunk the Kids, een hele film van heel lang geleden, en Fern Gully, The Last Rainforest. Het gaat over een meisje wat bij haar vader komt te wonen. Die vader is een beetje wereldvreemd. Iedereen vindt een rare man, want hij praat alleen maar over elfjes die hij heeft gezien in het bos achter zijn huis. Nou, zij gelooft hem ook niet echt. Op een dag is ze haar vader kwijt. Ze gaat hem zoeken. Ze komt een stel glinsterende bladeren tegen in het bos. Ze raakt die bladeren aan. En ze wordt eigenlijk verkleind tot mini-formaat. En op dat moment komt ze terecht in een strijd tussen goed en kwaad in haar eigen achtertuin. En zoals het bij elke animatiefilm tegenwoordig uit Hollywood geldt, die film moet een moraal hebben. Nou, En bij deze film... Kinderen, ook voor de kinderen al. Ja, precies. En bij deze film is het dan vooral zo dat in een wereld vol chaos moet je vooral jezelf blijven. En mensen die anders zijn dan jij, moet je toch de kans geven en toch naar ze luisteren, omdat je eigenlijk uiteindelijk allemaal gelijk bent. En snappen de kinderen dat ook? Nou, het ligt er vrij dik bovenop. Maar ik denk dat de kinderen vooral zich verliezen in het avontuur van deze film en de 3D-effecten. En de kleuren ook vooral, denk ik. Kijk, natuurlijk zit hier ook humor in. Minder dan bij de Ice Age films, maar je hebt twee hele grappige slakken, bijvoorbeeld, in deze film. Dus maar het lijkt me ook best wel een heftige overgang als je dan zo'n humoristische films gemaakt hebt, zoals zo'n Rio en Ice Age. Ja. Dat is best wel een heftige stap, of niet? Ja, maar ze wilden ook een keer wat anders proberen. Want je ziet het ook bij andere animatiestudio's zoals DreamWorks en Pixar. Ja, die zijn heel, heel verscheidend in hetgene wat ze doen. En ze hebben al vier Ice Age films gemaakt en er komt ook alweer een vijfde aan. Dus ze wilden ook gewoon om zelf dingen te blijven leren, een keer iets anders doen. En dat is op zich wel gelukt, want het is een soort avatar voor kinderen geworden. Waardoor vanaf welke leeftijd? Qua spektakel, hij is gekeurd vanaf voor alle leeftijden. Maar ik denk kinderen van 4, 5 had het misschien toch wat te heftig wordt af en toe. Omdat er wel wat gevechten en zwaardgevechten en spannende scènes in zitten. Oké, we gaan door met de tweede film, The Hangover Part 3. Nou, iedereen kent me natuurlijk, die Hangover. Heb jij de eerste twee Ik heb ze allebei gezien. Ik vond één echt hilarisch, dus ik wilde heel graag twee zien. Ja. Maar die vond ik een stuk minder. Nou, twee was minder, heel eerlijk gezegd. Het was een soort van herhalingsoefening van de eerste film. Alleen op een andere locatie, hè, van Las Vegas naar Bangkok. Ja. Nu zouden ze de derde film volgens geruchten opnemen in Amsterdam. Dus dan zou je eigenlijk drie keer hetzelfde verhaal krijgen. Alleen dan in Amsterdam. Nou ja, stel je maar voor wat daar allemaal mis kan gaan. Ze hebben uiteindelijk gelukkig besloten om dat niet te doen. Want ja, ik denk niet dat het publiek zich drie keer dezelfde film laat verkopen. Dus nu hebben ze gekozen voor een andere verhaallijn. Waarin Alan, zeg maar Galifianakis, de dikke met de baard zeg maar, in de film, die is net zijn vader kwijtgeraakt. Ze willen hem een beetje opbeuren en ze gaan op roadtrip. Dan worden ze tegengehouden door een gangster. Doc wordt ontvoerd. En uiteindelijk wordt de Wolfpack, zoals ze heten, wordt gebruikt als lokaas door die gangster om zijn geld weer terug te krijgen. En dat zit bij Mr. Chow, die we ook wel kennen uit de twee vorige films. En uiteindelijk leidt dit ertoe dat ze weer terugkomen in Las Vegas, de plaats van de eerste film, waar ze ook natuurlijk heel veel oude bekenden opnieuw tegenkomen. Even kijken. I can't believe my daddy is dead. I can think of so many people I would rather have died first. Like my mother. Apparently Alan's been off his meds for almost 6 months. Oh god, look at him now. We're all here to tell you about an awesome place called New Horizons. That does sound awesome. Alan, this is an intervention. We drive you there today, and I promise you will come back a changed man. You going, Phil? I love you, Alan. Ja, dan krijg je dus echt iets heel triestigs te zien. En dan ze gaan met hem op weg en natuurlijk gaat alles weer helemaal mis. Deze film, er blijft genoeg over om te lachen, maar hij is toch wat serieuzer dan de eerste twee films. In deze films zie je dat ze ook te maken krijgen met een zekere verantwoordelijkheid naar elkaar toe als vriendengroep. Dat het leven toch net iets meer is dan alleen maar lol maken. En het is wel een goede keuze geweest, want deze film is zeker beter dan deel 2. De kwaliteit van deel 1 wordt niet gehaald. Maar ja, dat was gewoon een verrassing. Dat was gewoon zo'n film die werd voor bijna niks gemaakt. Dat was de comedy hit van het jaar. En er is eigenlijk de afgelopen jaren geen comedy hit geweest die qua financieel resultaat daar in de buurt kwam. En ja, goed,
Deel 2 was heel erg succesvol, ondanks dat het gewoon eigenlijk een slechte film was. Dus dan moet er een deel 3 komen. Dit is dan wel de allerlaatste. Weet zeker, komt er geen 4 meer? Nou ja, je zegt nooit nooit in Hollywood, want als een film dadelijk 500-600 miljoen opbrengt, dan zou het zomaar kunnen. Maar de acteurs van deze film, zeker een Bradley Cooper, die inmiddels Oscar-nominee is, die heeft al gezegd van ja, na deze film vind ik het genoeg. Ik wil best met die jongens nog een andere film maken. Maar Hangover 4 gaat er echt niet komen. Oké. Maar ja, zoals gezegd, voor 40 miljoen dollar zegt hij misschien wel ja. Vast wel ja. En dan wil ik graag nog als laatste uw cijfer daarvoor horen. Een 7,5. Nou, kijk, we hadden net over examens. Als ik vroeger een 7,5 had, dan was ik heel blij. Dan was het een dikke vette voldoende. Ja. Zo is het. Dankjewel, Luut.